We zijn eigenlijk al heel lang samen bij Wijngapen. En dat is vooral, en zelfs nog vroeger, door onze gemeenschappelijke dossierbeheerder. De samenwerking is optimaal. En ook door het feit dat onze dossierbeheerder in huis mag komen, die voor ons een heel positief feit is. We zijn er enthousiast over omdat ze ook heel groeiend zijn. Dus in het bedrijf is het zo innovatief, groeiend en efficiënt is daar zeker een geheel van. Met het programma zelf is het Prisma dat de verwerking gebeurt, maar zoals al eerder aangehaald, gebeurt de verwerking in-house en door de dossierbeheerder zelf. Niettemin kunnen wij ook heel veel zelf verwerken, maar gezien de specificiteit in het voetbal houden wij er eigenlijk wel aan dat onze dossierbeheerder meest alles verwerkt. Niettemin geven wij er heel veel dossiers of zaken die voor ons noodzakelijk zijn, maar efficiënt is sinds vorig jaar invoegen. En wij kunnen daar enkel alleen positief voor zijn. Het is zelfs zo dat als we vragen stellen, er heel snel op gereageerd wordt en dat we met hen ook willen groeien tot nog meer efficiëntie en een betere groei met het systeem Efficient, met de verwerking van het loongedeelte in het programma Prisma. Vooral door het wegwerken van veel papier. In de constellatie dat we heden ten dagen zitten, moeten we er einde naartoe om zo weinig mogelijk papier en uitwinst te hebben. Dus het verhoogt ook het feit dat we weinig foutenmarges kunnen maken. Een ander adres invoegen kan de personeelslid zelf doen. Dus iedereen krijgt toegang tot het zelfservicepakket. Dus daar moeten zij of kunnen zij als raadplegen, dus hun loonbrief doen in de BDW-rekeningen, fiches 231-810. Maar ze kunnen uiteraard en moeten ook het verlof aanvragen via Efficient. Dat kan dan goedgekeurd worden door de departementsverantwoordelijke. Zijn er wijziging in hun familiale toestand? Zijnde, dat kan gaan over rekeningnummer, kan gaan over kinderen te lasten, kan gaan over adres. Kunnen zij dat altijd zelf invullen. Hebben ze toch nog problemen, kunnen ze uiteraard altijd bij ons terecht en wij kunnen dan verder ook bij ons sociaal secretariaat terecht. Uiteraard, want dat hebben wij in het verleden ook al veel gedaan. Ik denk dat sinds Clubbrugge is aangesloten bij Wijngapen ook al heel veel voetbalploegen bij Wijngapen zijn aangesloten. Deels door de mensen die er allemaal werken, ook deels door de dossierbeheerders. Wij zelf hebben we zeker al gepresenteerd bij de Voetbalbond. Je moet weten, in voetbal, minded, milieu, hebben we heel veel controles en hebben we heel veel licentiedossiers in te dienen. Daarvoor is een heel goed sociaal bureau van cruciaal belang in de verwerking. En daarom is het ook heel belangrijk, ik zal de naam noemen, Niels van Brantegem. Die zal zeker of is altijd heel enthousiast over de manier waarop Wijngapen werkt en alles correct verwerkt die een hele belangrijke tool is.